Het weer, dat hebben we niet in de hand. Maar het waterschap zorgt er altijd voor dat we voldoende water zullen hebben. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Alleen, door een veranderend klimaat wordt dat wel steeds lastiger. We regelen de hoeveelheid water in ons gebied met een stelsel aan kunstwerken. Technische installaties waarmee we water in of uit onze polder kunnen pompen. Als we droogte verwachten, dan pompen we extra water naar binnen. En mocht het te nat zijn, dan kunnen we het overtollige water weer wegkrijgen. En zo zorgen we dat de mensen in ons gebied altijd droge voeten zullen houden. Je hebt me hier meegenomen naar echt een prachtig gebied. Maar waar kijken we nu precies naar? Nou, wat je hier ziet is een mooie plas water. En die plas die ligt er niet zomaar, die is ook functioneel. Je hebt misschien wel van klimaatwijziging gehoord. Hè? Mm-hmm. In de toekomst gaat het toch wat meer regenen. Want dat water dat kan niet in één keer allemaal worden weggepompt. Dat zal ook een tijdje in het gebied moeten blijven. Maar om ervoor te zorgen dat we zeg maar, droge voeten houden, moet het water ook ergens geborgen kunnen worden. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Dus door eigenlijk al het overtollige water hierheen te sturen, zorgen dat de mensen zelf geen overlast ervaren. Juist. Hey maar Johan, Gerrit nam me mee naar een grote waterberging in landelijk gebied. Hier in stedelijk gebied regent het ook vaak. Hoe gaan jullie hier in stedelijk gebied mee om? Daar staan we toch voor andere uitdagingen. Daar is de beschikbare ruimte natuurlijk minder. Dus dan moet je op zoek naar creatieve oplossingen. En ook echt heel erg de samenwerking met de gemeente opzoeken. Nou, dat hebben we hier bijvoorbeeld in een park gedaan. Daar is dan nog wel ruimte in de stad. Maar je moet ook aan andere dingen denken. Waterdoorlatende verharding, waterpleinen. Groene daken, dat soort zaken. Dus echt creatief in samenwerking met de gemeente zoeken naar mogelijkheden.